Als je overstapt naar een nieuw toestel wil je natuurlijk ook al je WhatsApp-gegevens en geschiedenis meenemen. En dit kan gelukkig gemakkelijk wanneer je een Google-account hebt gekoppeld aan je telefoon. Open een WhatsApp-applicatie op je oude telefoon voordat je WhatsApp hebt ingesteld op je nieuwe telefoon. Druk op de drie puntjes rechtsbovenin en tik op instellingen. Tik op chats en tik op chats backup. Druk op Account en kies het Google-account waar je de backup wilt maken. Kies onder Google Drive-instellingen op Backup maken naar Google Drive en kies voor Alleen als ik op Backup maken tik. Ik adviseer om alleen via WiFi te selecteren. Zorg dat je verbonden bent met een WiFi-netwerk. Vink eventueel video's toevoegen aan en druk op de groene knop Backup maken. Ga je op je nieuwe telefoon een ander nummer gebruiken? Ga dan naar instellingen. Tik op account en tik op nummer wijzigen. Doorloop de stappen. Zorg ervoor dat je hetzelfde Google-account hebt gekoppeld aan je nieuwe telefoon. Download WhatsApp en voltooi de configuratie. Doe het met het telefoonnummer wat in je nieuwe telefoon zit. Na het verifiëren van je telefoonnummer krijg je de vraag om de backup te herstellen. En nu worden je berichten hersteld. Hierna kun je WhatsApp al gebruiken, want in de achtergrond wordt vervolgens al je media nog hersteld.